Hey, dit maakt mij onzeker, dit maakt me onzeker. Is klaar, is klaar. Heb je wel een slecht schot? De man is gul, geeft de bal een krul. En over een krul gesproken wil je even een handtekening zetten op dit shirt. Dit is niet zomaar een keepershirt. Dit heeft hij gedragen tijdens een wedstrijd van het Nederlands elftal. Oh, oh, oh. Ja man. Wil je dit shirt nou verdienen? Wat moet je daarvoor doen? Heel simpel. Twee dingen. Abonneer. Anders ben je geen echte voetballer meer. En volg deze man op zijn Instagram account. Ik laat de linkje in de beschrijving hier beneden achter. Zet het belletje aan, want de video van Touzani TV wil je nooit overslaan. Snap je? Dit is geen grapje. Vandaag staat er een geweldige challenge op mij te wachten. En die challenge komt voort uit een challenge die bedacht is door een trouwe kijker. En wat was die challenge? Touzani, kan jij keepen bij een officiële wedstrijd? En ik dacht bij mezelf, yo, zie je het al voor je? Soufiane Neuer. Dit ga ik doen. Maar om dat te doen moet ik mezelf wel heel goed voorbereiden. Ik heb nog nooit officieel een wedstrijd gekiept. Dus ben ik terechtgekomen bij een geweldige trainingscomplex. Hier achter mij is het AZ-complex. En wie keept daar? De minst gepasseerde doelman in de Eredivisie. Hij kreeg al wel een keer eerder van mij een penalty om zijn oren. En dan heb ik het natuurlijk over Bizot. En laat me ook gelijk de winnaar bekendmaken. En zoals je weet, als ik jouw challenge uitkies, krijg je een Touzani pak. Dus wil je nou ook een keer zo'n pak winnen? Heel simpel, laat beneden in de comments een vette challenge voor me achter. En nu ga ik naar de kleedkamer om mezelf klaar te maken. Let's go. Een kleedkamertje uitkiezen. Aangezien de boy nog 16 is, pakken we U17. Ik heb mezelf voorbereid. Ik heb een helm meegenomen. Je weet toch, als je voor het eerst gaat skileren, heb je ook een helm. Ik ga voor het eerst echt keepen, dus misschien komt deze wel goed van pas. Dit is zeg maar om die zijkant goed gefixt te hebben. Ik weet niet of dit over de broek heen moet, ik denk het niet. Ik denk onder de broek, ja. Ik heb ook deze. Je weet toch, Peter Cech heeft deze op zijn Eggy voor bescherming. Mooie handschoenen, maar ik denk dat Bizot wel beter heeft dan deze. Deze had ik trouwens gebruikt bij Ryan Bonita en Shane Kluivert. Ik voel niet helemaal goed. Voor die bescherming, zie je dat? Voor die schouders en noem maar op. Oh, kijk, deze gebruik je ook bij skillers. Voor bescherming voor je knie. Ja, maar deze boy heeft alles onder de knie. Accepteer de punchline. En dan, ja, dit is een tok. Die moet je over je boxshort heen doen, want ja, dat kan heel gevoelig zijn. Hij kan ook gewoon op een nozzel. Kakker, man. Goeie maat. Hé, hey, dit is een goede maat, man. Ik ga hem even omkleden. Nou ja, ik hoop wel dat je mij die privacy gunt, dus zie je zo. Ik moet je voorstellen dat ik hier moet keepen. Woi joh, woi joh. Lijkt op hashi varken. Neem maar modder op joh. De man is van zijn afspraak. Het is niet zomaar een keeper. Het is Marco Bizot, dames en heren. Momenteel de minst gepasseerde doelman in de Eredivisie. Hoe is het? Ja, alles in orde. Ben je nog in straks voor een revanche? Want vorige keer schoot ik die penalty gewoon bij je binnen. Ja, durf ik wel aan te nemen. Mag wel iets meer rivaliteit hoor. Ik ben vrij zeker dat ik hem deze keer ga pakken dus. Ik heb binnenkort een hele belangrijke wedstrijd. Team dat echt meer dan 10 goals tegen krijgt per wedstrijd. Dus het wordt echt een lastige opgave. Ja, stomme vraag, ik ga hem toch stellen. Hoe moeilijk is keeper? Als je er een beetje aanleg voor hebt, is het niet moeilijk. Ja, de grootste uitdaging is het mentale gedeelte. Dat is echt de allergrootste en moeilijkste kwestie in het keeper zijnde. Hoe ga je met teleurstellingen om? Hoe ga je met situaties om? Dat zijn echt de voornaamste dingen wat keeper eigenlijk heel moeilijk maakt. Ja, wat jij waarschijnlijk ook wel onder de ogen gaat zien. Maar laten we even de hulplijn gaan inschakelen. Ja, daar hebben we. Dames en heren, koeken en peren. Ik ben bij. Ik en dit is Nick, a.k.a. De keeperstrainer. Ja, de keeperstrainer. Jazeker. Ik hoor dat jij echt talent hebt, dus
ik ga ervan uit dat we binnen één training, nou, daar komen we heel eind. Ik heb ook een voetballende oog. Ik kan heel goed mijn verdediging neerzetten. Dat is heel belangrijk. En ik kan zodanig staan dat ik heel vaak niet eens hoef te duiken. En ik heb een betrouwbare bron gehoord dat deze man daar een koningin is. Ja, dat klopt. Ja, koning. Het is wel heel veel eer, maar hij is daar vrij goed in. Ik denk dat we een hele moderne keeper van jou kunnen maken. Ik zie dat je goed bent voorbereid. Ja, ik dus, voel me. Als je nu nog wat gaat voelen met vallen, dan stel je gewoon aan. Maar je mist één ding, één cruciaal dingetje. Misschien een handschoen? Ja. Ik heb ze meegenomen voor je. Ja, maar kunnen we eerst even onze handen vergelijken? Kunnen we nog wel doen, hè? Ah. Kijk. Kijk eens. Dat past net. Komt goed. Is het ook zeg maar in het kader van als je voor het eerst gaat keepen dat je... Safety first. Zo'n ding op moet? Ja, nou, safety first, is het wel. Ja, ik zou die klep naar beneden doen. Dan lach je ook nog een beetje. Of zeggen jullie... Het is wel stylisch. Ja. Of zegt de strenge keeperstrainer van, we ben je allemaal zielig aan het doen? Nee, want het is niet de eerste keer dat iemand keept met een helm op. Jij bent de baas? Nee. Ja, ik vind het ook, ja. Wat zeg jij? Nee, het moet af. Ja? Het moet af, hè? Ja, je moet het ook gewoon voelen. Je moet het ondergaan, het keeper zijn. No fear. Die andere dingen kunnen ook wel af misschien. Precies. Alsjeblieft, jongen. Deze gereedschap heb ik ook nodig. Waarom staat hier MBI? Ja, Marco Bisse. Echt waar, joh? Een paar dingen zijn belangrijk. Dat je goed positie kiest. Dat je natuurlijk als de bal in het midden is, dat je niet te veel naar links of te veel naar rechts gaat. Dus je moet wel een beetje midden in de goal, want dan kan je alle kanten op. Oké, dus we beginnen eventjes met een lage bal. Ja man, dus je raapt de bal op, rustig terug. Nou, moet lukken toch? Samen. Juist, en dan probeer je de handen achter de bal te krijgen. Ja, kijk, baba. Beter, hè? Beter, wordt nog beter. Oh, juist. Ah, lekker zeg. Ik ben nu al moe. Lekker zeg. Nu al moe. Net begonnen. Oké, ja. En dan hebben we hier nog, ik heb hier nog wat lampjes en dingetjes. Nou, dan gaan we even kijken. Elke keer wil je in het midden, ten opzichte van de bal wil je in het midden staan, van de goal. Dus elke keer ga je naar een rode en dan naar een blauwe. Start even met Marco. Ja, oh! Kijk, dat is juist. Tik. Goed. Oké. Okay. Ik heb één lampje minder geraakt dan Marco. Ja, één lampje minder. Dus dat betekent, ja, dus de potentie. Die potentie is er. Ja, dus. Dus dat is mooi. Alleen, dan gaan we het natuurlijk eventjes iets moeilijker maken. Onderhands oprapen van de bal hebben we gedaan. Nu gaan we weer even terug naar het vangen onderhands. Hij kan over de grond komen, maar hij kan ook door de lucht komen. Dus daar gaan we eventjes de techniek op aanpassen. Oké. Ja, nog een paar. Positie is nog steeds weer in het midden. Nou, laten we dan. Ja, gaan we. Oké, okay, nou, uiteindelijk wat je wil is hetzelfde als met die bal oprapen. Dus je wil eigenlijk je wil de snelheid uit de bal halen. Hetzelfde onderhands, maar hetzelfde bovenhands. Als hij hoog is, zo. Als hij laag is, zo. Ja. Kijk, wat je wil, als je een actieve houding hebt en je leunt voorover, kan je altijd een actie naar de bal maken. Dat is wat makkelijker dan op het moment dat je een actie naar achteren moet maken. Oeh, dat is lastig, dat wordt lastig. Luister hier. Oh. Ja, oh, die is lastig. Ja, nu komt hij al wisseling, nu komt hij al wisseling. Juist, goed erachter. Tijdje is lekker, man. We gaan hetzelfde doen, maar dan moet ik eerst nog een lampje aanraken. Dus dit wordt steeds moeilijker. Het wordt iets moeilijker. Een hele dikke shout-out en heel veel liefde voor alle keepers in Nederland. Bij deze zijn jullie officieel echt gek. Dit. Oh, rood. Ja. Oh, blauw. Ja, dan is schot. Rood, blauw. En Marco kan net zo ver gooien als hij kan schieten. Hij kan net zo ver gooien als schieten? Ja, zo ongeveer. Heb je wel een slecht schot. Ja. Jij wil zeggen, als ik bij de midlane ga staan, ga jij hem ongeveer bij mij gooien? Ongeveer, ja. Moet ik redden? Ja, ik denk dat je als keeper zijnde echt geniet van deze video. Maar ik denk dat je als speler ook heel veel leert over hoe het nou gaat bij een keeperstraining. Het is niet heel onbelangrijk, toch? Keeper is misschien wel een van de belangrijkste posities in het veld. Wow. Ah. Ik kan niet eens zo ver schieten. Ja! Hey.
dit maakt mij onzeker. Dit maakt me onzeker. Is klaar, is klaar. Ik ga hem teruggooien, let op. Ja, zelfs met uitrollen komt hij niet zo ver. Ik ben benieuwd, van, moet je hier nou echt spierballen voor hebben? Grote schouders of is het ook een gedeelte techniek? Is het nou kracht hebben, techniek, timing, combinatie? Ja, wat je zegt, combinatie. Hij is natuurlijk sterk, maar het is ook met name techniek. Ja, hij gelooft hem niet. Ja, ja, ja. Ik had het wel eerder gezien, zeg maar, bij keepers. Ja. Maar ik dacht wel van, je hebt echt een hele warming-up nodig om hem zo ver te krijgen. Maar jij gooit hem gewoon uit de losse pols. Schouder. Ja. Bij mij was bijna schouder uit de kom. Wat deed ik verkeerd? Ja, je gebruikt je aanloop en je snelheid, zeg maar. Dus, ja. dus je stappen niet helemaal optimaal om die snelheid mee te geven. En ook je slinger was meer zijwaarts dan dat je hem bovenhands pakt. En als je hem bovenhands pakt, dan krijg je toch meer die draai, weet je wel. Die wieken van die molen, zeggen ze wel eens. Als je hem vanaf deze kant pakt, dan is het lastig. Ik moet mezelf klaarzetten voor die wedstrijd. Ik moet ook gewoon eerlijk zijn. Hè? Ik kan ook gewoon zeggen van, luister dan, dit moet je niet doen. Jij moet gewoon uittrappen, want ja, het is leuk en aardig wat je doet, maar... Okay. Je mag kritisch zijn, hè, toch? Ja. Dat wil ik ook. Ik wil zo goed mogelijk bij die wedstrijd staan. We kunnen alles even testen. Hè? Okay, ja, we kunnen precies. Even kijken van de 5 meter, van de grond. We kunnen even uit de handen schieten, we kunnen halve volley trappen, we kunnen dropkick schieten. En dan kan jij zeggen van, hey, dat voelt goed, die ga ik gebruiken. We hebben nog verschillende andere technieken. Pakken zoals we dat net getraind hebben. En dan proberen ze met een hele strakke rol naar Marco. Oké, ga. Spel hem weer. Kijk, geen hand. Dat is lekker. Dat lijkt eens een pakpel. Kijk eens. En die strakke rol. Prima. Compliment van de trainer. Deze heb ik sowieso. Klaar, we hebben niks meer aan te doen. Niks meer aan te doen. Dit is helemaal goed. Maar we kunnen ook trappen. Ik vind ook nog dat hij zo recht. Ja, dat ziet er wel lekker in. Oh, ja. Ik heb nog niet leren duiken, dus daarom weer toch? Goed zo, ja, naar de bal. Gewoon rustig, dropkick. Oh, dat was. Zwakke hoek. Oké, nu moet ik de dropkick doen. Ja, dit is het. Ik ben verbaasd van mezelf, ik zeg eerlijk. Rollen, die verre uitworp. Oké, misschien dat je die even moet nog laten varen. Maar die trap zit er niet op. Volley, dropkick. Eerlijk is eerlijk, kwaliteit. Hey, je bent echt goede mental coach. Ja, ik vind het top. Jij ook trouwens. Oké, daar zijn we nog niet, hè. Ik zag je net al één keer naar die hoek vliegen. We moeten natuurlijk wel zorgen dat je, als je moet duiken, dat je en niet geblesseerd raakt. Dat zou slordig zijn. En dat je natuurlijk wel eventjes de blitz kan maken. Dat je even die bal de kruis tikt. Ik ga ook op een heel hoog niveau spelen, dus ik moet wel, weet toch? Gaan we proberen. Als ik daar even een pionnetje neer, dan denk ik, dan moet hij in ieder geval voor die pion langs. Dan zie je dat hij de hoek goed af kan snijden. Oké? Okay? Ja. 2, 8, 3. Mijn gevoel zegt dat dit mijn zwakke hoek is. Ja? Ja. Lekker. Echt mooi op je zij, hè? Dus goed. Dus ja? Op je buik, niet op je rug. Goed op je zij. Rechterop. Nou, ik zei dat dit mijn zwakke hoek was, maar misschien is dit wel mijn zwakke hoek. Ik weet het eigenlijk niet. Ja! Dit is normaal, pak hem bij je hand. Yep. Ik ben wel benieuwd hoe het door de lucht gaat, Nick. Nu word ik een echte duiker. Hé, het valt me wel tegen hoor, conditioneel. En dan trainen ze niet eens hard nu met mij, hè. Het begin was goed, hè? Alleen dan gaan we nu kijken of het ook door de lucht kan. Ja, want het kan ook zo zijn dat je schoten van afstand, van binnen of van buiten de 16 krijgt. Ja, dan moet je toch die lucht, dan moet je toch strekken. Ja, kom. Oh, laat je heel raar. Iets meer van te maken. Oh, oh, oh. 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 Heb je gezien? Ik heb het gezien. Dus je stapt gewoon weer in met je rechterbeen. Daarmee zet je af. En je zorgt dat je voor die paal gaat. Anders doet het pijn. Normaal gesproken doe je dit ongeveer met 6 of 8-jarigen. Maar dat maakt voor deze situatie niet heel veel uit. Ik gooi hem daar. Nou, gaan. Ja, op zich, niet slecht. Het is nu 1-0. Je staat nu 1-0 achter. Oh! even die piepje ging af, die var. Goallijn tegen. Daarom zeg ik net voor die paal langs. Oh, dat bedoelde je? Anders gaat hij in het doel. Ja, gaan. Hey. Kijk, ja, ligt nu al een meter voor je lijn. Gaat het met je leer? 2. We moeten die prijs geven, dan weet je die andere het ook. Mooi. Ja, dat is toch zo goed, joh. Dit is een goed, joh. 2 keer, kom maar. Laat het wel heel makkelijk lijken, allemaal dit. Hier. Ja, het ziet er misschien simpel uit. Het is echt moeilijk en het is zwaar.
Met tegenhouden kan er niks gebeuren. Want je kan duiken en je kan die ballen recht verwerken. Dus we moeten ook nog wel even zorgen dat je in de lucht gewoon sterk kan zijn. We moeten even wat voorzetten trainen, denk ik. Dat zou wel leuk zijn. Ja? Gaat het om los of ja, ligt het aan de situatie? Of... Ligt aan de situatie. Het liefst wel vast. Daar gaan we. We zetten meteen hoog in. Ja, deze man is wel lang. Ik denk dat hij gewoon boven me uitkomt en gewoon kop. Ja! Ik wou losroepen. Paniek. Wat is hier gebeurd? Paraderos! Een laatste dingetje, want kijk, we hebben nu best wel veel geoefend. En het onderscheppen van die ballen, dat is top. Alleen ja, het komt ook wel eens voor dat je hem niet kan pakken. En dat gaan we nu even trainen. 18 spelers in een 16, heb je toch wel een andere inschatting dan alleen maar op hem letten. Klopt. Dat komt allemaal goed. Jezus. Maakt niet uit, jongen. Bij AZ zijn ze positief. En daarom komen de grote talenten naar boven. Ik heb het idee dat ik een laat talent ben en dat ik binnenkort ga aansluiten bij de keepersteam van AZ. Toch, Marco? Ik zou het fantastisch vinden. Ja, echt. Ik ga zometeen, dat is onze spits. Marco Bizot is de spits van de tegenstander. Dus Marco die mag scoren op de bal van mij. Oké, klaar, gaan we. Ja, kijk, niet de bal. Hé, dat voelt gruwelijk, jongen. Ook lekker, hoor. Hier dan. Eén keer scoren. Lekker te pakken. Gaan jullie wel? Nee. Oh, mijn kuit. Hij komt op mijn kuit. Ja, maar die had Marco ook niet gehad, hoor. Nee, maar deze was kansloos, toch? Ja, die was tegen kansloos. De paal, ik bedoel. Ja, nee, dit is een mooi goal. Ja, nee, die eerste drie pak je fantastisch. Ja, die eerste was geweldig. We gaan zo even een samenvatting maken. Kijken waar ik nog aan moet werken, waar ik op moet letten. Zeker. Wat ik goed heb gedaan, wat beter kan. Maar eerst denk ik dat het mooi is dat jij één penalty op mij neemt. Ja. En ik eentje op jou. Dat is goed. Net zolang totdat er een winnaar is. Oké. Okay. Bravo. Ja, ja. Ik zou zeggen, ik heb hem niet op, maar hij was onder de indruk van mij. Ja, en dan schiet je naast. Oh, ja. Dit was ook mijn eerste penalty trouwens, in 8 jaar denk ik. Trainer Slot, we hebben geen penalties laten nemen. Wel laten keepen, dat is wat anders. Het is mijn beurt. Ik ben er nog steeds. Ik word de grootste nachtmerrie van Bizot. Hij is de minst gepasseerde doelman in de Eredivisie. Maar voor straatvoetballer Touzani moet hij af en toe een beetje de pas op de plaats maken. Het woord is aan hem. Je geeft het woord ook aan mij? Ik denk dat ik even één keer opnieuw moet nemen, want dat ging natuurlijk niet helemaal goed. Hè. Nee, ik kom van straat en daar moet je echt nooit een nieuwe kans geven. Als je wint, je moet de winst pakken. Ik kom van een pleintje dat als je had verloren, moest je 2 uur wachten voordat je weer aan de beurt was. Je gaat deze niet krijgen, bro. Heb je genoeg geleerd? Nee, ik ben echt. Ik denk dat ik mezelf moet sparen, anders kan ik de hele week niet lopen. Ik ben echt benieuwd, wat vind je ervan? Waar moet ik nog aan werken? Ja, je rechterhoek die kon iets meer techniek wel gebruiken. Links was uitstekend. Ik denk je reflex was ook heel goed aan het eind. Trappen, uitgooien, uitrollen ging goed. Uitgooien, dat slaan we over. Ja. Ik denk dat hij bijna kan aansluiten bij ons, hoor. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat na een paar trainingjes. Je bent wel een voorbeeld van een moderne keeper. Ik denk dat je gewoon met vol vertrouwen die wedstrijd kan. Ik vind het echt super tof dat jullie de tijd hebben genomen. In jullie drukke schema en ook nog eens even tussen de trainingen door. Even snel geluncht om mij een keeperstraining te geven. Ik ben klaar voor de wedstrijd. Kijk, ondanks dat we niet hebben getraind op 1-op-1 situaties, maar dat ga ik straks op het pleintje doen. Dat gaan we niet doen, want dat is kans op blessures en dat gaan we straks in de wedstrijd. Ja, als ik geblesseerd raak, dan maar in de wedstrijd. Dikke shout aan iedereen die aan het kijken was. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer, anders ben je geen echte keeper meer. Zoals ik altijd zeg, als je geen internet hebt, leen wat wifi van je buurman. Ciao.